Oké, okay, ja, even een screencast. Want ik wil graag een mythe ontzenuwen over Chromebooks. De mythe dat een Chromebook alleen zinvol is wanneer je internetverbinding hebt. Niets is minder waar. Neem nu bijvoorbeeld het apparaatje wat je hier ziet. Dat is een usb dongle, Die heb ik zelf gekocht bij uh, dx.com voor nog geen 9 euro. En ik gebruik dit ding op vakantie om tv-zenders te kunnen ontvangen op mijn Windows Notebook. Echter, vanmorgen kwam ik erachter dat er ook een um, app is voor Google Chrome. Hier zie je hem. En daarmee, ik zal even de app-informatie uh, laten zien. Daarmee kan je met behulp van diezelfde dongle aangesloten op een Chromebook radio ontvangen. Nou, dat is heel mooi. Um, kijk, een app in de webstore. Nou, het duurt even. Is ook verder niet zo boeiend. Ja, uiteindelijk komt die wel natuurlijk. Kennelijk is mijn internetverbinding wat traag op dit moment. Nou, hier zie je alle informatie. Radio Receiver, dus als je zo'n dongle hebt, um, dan kun je die installeren. Nou, ik wil het natuurlijk. Poe, 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 het is de zaak langzaam demonstreren op mijn Chromebook. Dus ik heb de app gestart. Hier zie je hem. Ik heb het volume nu op nul staan. Dat kan ik even harder zetten. Ik kan naar een andere zender gaan. Al die beschermende kleding, die die kunnen wel een stukje geluid. Nou, ik doe het geluid weer even uit, want anders hoor je mij niet. Nou, je ziet, je kunt zenders opzoeken door te scannen. Je kunt ook gewoon de frequentie intoetsen, ingeven. Dus als ik nu 101 doe. 0, 0. Kijken wat er gebeurt. Hoppa, dan springt hij ernaar. En dat is Sky Radio. Klopt helemaal. Ik kan ook um, muziek opnemen zoals je hier ziet. En ik kan naar een andere band gaan. Dan kan ik bijvoorbeeld op de middengolf of op de korte golf. Kan ik ook um, zenders ontvangen. En ik kan in mono en in stereo ontvangen. Maar nu komt het. Want nu ga ik wifi uitzetten. Kijk. Wifi ga ik uitzetten. Huppieke. Zo, ik heb nu geen wifi meer. En nu gaan we kijken, de proef op de som nemen, of dit nog werkt. Nou, kijk nou. En of het werkt. En of het werkt. Dat betekent dat deze dongel, die haalt dus het signaal uit de ether. En niet via wifi. En dat is het weer een bewijs. Dat je een Google Chromebook ook kunt gebruiken terwijl je geen internetverbinding hebt. Voor alle duidelijkheid: deze screencast neem ik nu op op hetzelfde notebook met behulp van Screencastify en ook dat werkt dus zonder internetverbinding. Nou, waarmee ik maar wil uh, aangeven dat je een Chromebook alleen kunt gebruiken met internetverbinding, is echt een mythe. Bedankt voor het kijken.